Hoi. Hoi. Ik ga naar Dubai. Hoi! Echte kekjes, jongen. Oh, mijn baby. Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag donderdag 30 november. En ik heb even een lekker dik trui aangedaan. Deze van H&M. Deze heb ik 2 jaar geleden volgens mij is besteld. Het is echt zo'n vette, dikke, warme trui. En ik heb zo'n legging erbij van Stradivarius met van die ribbels. En mijn nieuwe Dr. Martens voor het eerst. Dus het gaat nog wel een hel worden met inloop. Maar ik ga nu vandaag toch naar het werk. Dus ik probeer op het werk gewoon aan te houden. Alleen ik ben wel bang dat ik zeg maar heel moeilijk kan rijden ermee. Omdat ik nog een beetje moet oefenen. Maar in ieder geval, ik ben wakker geworden bij mijn ouders. En kijk hoe wit alles is. Het heeft gevroren, een klein beetje gesneeuwd. Echt super nice. Kijk hoe mooi. Ja, ik hou ervan. Gisteren, toen ik van ons nieuwe huis naar dit huis reed, kwam een steentje op mijn voorruit. En er is een sterretje gekomen. Er zat wel al een sterretje, maar die zat zeg maar al zo lang dat carglass daar niet meer heel veel mee kon. Dus nu heb ik nog een nieuwe. Dus ik dacht, ik ga gelijk een afspraak maken. Dus ik heb straks zo'n half uurtje een afspraak. Maar ik hoop dus dat het niet heel lang duurt. Dat ik daar zeg maar moet zitten en wachten. Want ik heb best wel veel te doen vandaag. Want ik sta zondag op de vlooienmarkt. Ik zie er niet uit, maar maakt niet uit. Ik ben nu een beetje aan het uittellen om mijn haar te wassen. Ik denk dat ik het morgen vroeg lekker doe. Ik sta dus zondag op een vlooienmarkt. Ik heb even allemaal tassen gevuld met kleding. En die wil ik vandaag zeg maar allemaal gaan ophangen. En gaan labelen, prijsjes geven. Maar ik wil ook dingen van de webshop gaan verkopen. Dus ik moet ook even kijken wat ik van de webshop wil gaan verkopen op de markt. Voor hoe duur, bla bla bla. Dus ja, daar ben ik deze dagen nog wel lekker druk mee. Dus ja, helemaal zin in natuurlijk. Oh, ik ben mijn ringen vergeten. Ik voel me dan zo kaal. Maar ik denk dat ik het lekker laat. Ik vond deze auto wel comfy. Ik wilde eigenlijk mijn uxen bij doen. En toen zag ik deze Dr. Martens staan. Toen dacht ik, oh ja, die heb ik ook nog. En die moet ik wel echt even gaan dragen, want ik wil ze inlopen. Alles is gewoon bevroren. Ik kreeg mijn deur gewoon niet open. Ik ga naar mijn hoertjes. Ik blij mijn hoertjes. Wie is dat? Hoertjes! Hey! Om jou te zien. Oh, zijn jullie blij, liefie. We zijn allemaal in bed. Oh, ik stoot helemaal tegen je hoofd aan. Hey. Nee, dat is leuk. Oké. Hoe is ie? Goed met jullie? Ja, goed. Hoi. Back on the office. Ik heb hier dus allemaal tassen wat ik dus wil gaan verkopen op die markt. Ik heb hier dan wat kledingrekken. Dit is nog van die vorige markt. Ik ga even kijken of ik daar ook wat van kan neerleggen. Misschien dat ik gewoon een bak ga maken. Met bijvoorbeeld deze topjes allemaal voor 5 euro. Dat soort dingen, weet je wel. Omdat het de vorige keer dus blijkbaar over is gebleven. Dus dan ga ik het nu weer opnieuw proberen. Ik moet alleen even een bak leeg zien te krijgen. Maar dat is een taak voor straks. Ik ga eerst even alles in de tas zitten ophangen. Ik ben bij Frans op kantoor zonder Francis. En wel mijn loentje. En moetje. Moekje. Wij gaan lekker bakken bord eten. Broodje carpaccio gekozen. Mama ook. En jullie een broodje brie, hè? Ja. Baba. Zo lekker. Zat er wel ijsje bij? Ja. Ja, ik wel. Oh ja. Top. Nou, mama zegt, wil jij het sneeuw erop? Oeh, nou, was echt gezellig bij Francisca op kantoor zonder Francisca. Ja. Heet smakelijk. Wat gaan we doen? We gaan naar Dubai. Hai! Luna, wat vind jij hiervan? Vet leuk toch, voor jullie? Ja, maar wat vind je dat het een beetje doorgedraaide meisjes? Ik ben wat gewend van jullie. Jij moet de volgende keer ook echt mee. Ja, is goed. En weet je wat we hebben gedaan? We gaan met Sin de dag voor haar verjaardag komen terug. Lief, hè? Ja. We hebben helemaal rekening mee gehouden. Jij bent natuurlijk wel eerder jarig. Ja, dan zijn we wel weg. Ja. Maar dan zullen we je wel facetimen. Ja, is goed. 6 uur tijd verschil, maar we bellen je gewoon. Wat doe je? Pillen op of zo. Maar jullie is het eerder, 8 januari, of niet? Schiet of op, op, hij loopt vast. Ik heb geen idee. We betalen. Later volgens mij. Hij is geboekt. Film. Jongens, ik zei altijd, Dubai trekt me niet. Daar ga ik niet naartoe.
En nu heeft mijn vrouw... Maar dan moet je ook even de vlog Boris en FaceTime vertellen dit. Ja, dat is leuk. Bel hem. En dan moet jij ook doen met hem. Nee, dus laten we een groepscall doen. Laten we een groepscall doen. Maak je een groepscall? Ja. Kom je vanavond okay, zitten dan? Oh, Boris heeft... Oh, wacht. Dat moet op WhatsApp. Ja, maar ik wil eigenlijk zo dat we wat hoeft te zien. Oké, okay, we bellen nu onze vriendjes. Dan zullen we helemaal klaar zijn met ons. Ja. Ik kan ook gewoon niet opnemen. Nee, maar dan heb ik het zo druk met werk. Wacht, de videobel helemaal los. Oh, wacht, daar is Raymond. Oh, daar is Raymond. Hoi Raymond. Hey Raymond. Even wachten op Boris hoor. Boris moet even opnemen. Sowieso gaat hij niet opnemen, hij is vast aan het gamen. Ja, hij is wel druk. Schiet op. We zijn alleen aan het gamen samen. Ja. Wij zijn zwanger. Allebei! Girl power! We krijgen allebei een meisje. Ja. We zijn al zo ver dat we het allemaal... Hebben jullie met elkaar... Ja, de... Nou, hij gaat niet opnemen hoor. Waarom niet? Oké, okay, maakt niet uit. Raymond. Gefeliciteerd, dames. Raad waar wij naartoe gaan. Naar Duitsland. Ja, Duitsland! Ja. Düsseldorf! Hey. Dat gaan we oprecht naar Düsseldorf. Ja. Waar gaan we dan heen? Want Düsseldorf gaan we nog ergens anders heen. We moeten eerst naar Düsseldorf. Wie is we? Jullie twee? Ja. Sowieso naar de zon. Zie je ons dan naar de sneeuw gaan? Canarische eiland? Nee. Nee. Oh shit, hij loopt vast. Oh nee, niet meer. Spanje? Nee! Dan gaan jullie op wintersport. Oostenrijk. Ja, we gaan sleeën. Nee, jullie gaan naar Polen. Nee. Gaat er niet vanaf toe. Vertel maar waar we naartoe gaan. Hij moet rijden. Hoe lang is het vliegen? Huh? Hoe lang is het vliegen? Sowieso, ik denk... 7 uur. Dubai. Ja! Nee joh. Ja. Echte kekkies, jongen. Echte kekkies, zeg. Oh, mijn hart. Kekkies. Ja, het was Melanie, haar moeder, haar idee. Mijn moeder, haar idee. Haar schuld geven. Jongens, het is alweer avond. Ik ben nog steeds op kantoor. Kijk hoe hard het sneeuwt. Iedereen rijdt in slow motion. Mensen lopen met de fiets, het is echt gevaarlijk. Want het is echt mega glad. Er gebeurt ook allemaal ongelukken. Ik ben nog steeds op kantoor dus. Ik heb even mijn lamp uit, anders zie je tegenlicht. Ik heb hier dus bakken. Die boven gaat alles 2,50. Die eronder alles 5 euro, daaronder alles 10 euro. En ik heb hier allemaal rekken gevuld. Hier allemaal glitterdingen. Nog meer glitter. En ik ga nog meer glitter ophangen. En dit is allemaal... ik ga ook nog een paar pakken ophangen, een paar kleurtjes. En verder ben ik op zich al klaar. Ik ga het nog even snel afmaken dit en dan stop ik ermee. En ik had weer een paar dingen op Pinterest gezet en ik heb er 4 dingetjes verkocht. Dus die ga ik morgen ook even op de post doen. Ik ga even labels uitprinten. En dan ben ik voor nu wel lekker klaar om naar huis te gaan. Yay. En wij hebben dus weer nieuwe items binnen. En één item daarvan is deze geweldige jas met pailletjes. Dit is toch geweldig voor Londen. Even serieus. Dit is echt amazing. Ja. Deze ga ik echt aan in Londen. Ik ben hier echt heel blij mee. Echt prachtig. Dus echt allemaal leuke merkjes hangen ertussen. Most Wanted, Naked. Mijn parajumper jas. Mijn Levi's shorts. Lyle's kottrui. Heel veel van Most Wanted. Even kijken. Heel veel van mijn webshop Fashion by Mzatlani. Allemaal leuke truien. Al het glitterspul van Fashion by Mzatlani. Al die leuke jurks met die open rugjes. Die metallic jeans. Nog wat glitterdingetjes voor de kerst. Hier ook nog allemaal glitter. Die pailletten rokjes. Pailletten topjes. Die see-through top. Met van die mooie diamantjes. Leuke glitter rokjes. Glitter jurkje. Nog meer grote pailletten dingetjes. En dan heb ik daar nog 3 bakken. Dus wat ik net vertelde. En mijn zus die had nog 2 bakken. Die is weer er ook neergezet. Dus iets minder dan wat we normaal hebben staan. Maar het is best. Zo leuk zo'n markt. Maar hoeveel voorbereidingstijd het dan weer nodig heeft. Denk ik ja. Ik hoop maar weer dat het het waard was zeg maar. Want ik ben gewoon een hele dag hiermee bezig. Dus ja, ik hoop dat ik het dan qua inkomst. Ik hoop dat ik het dan qua
geld wat oplevert weer waar het was. Maar ja, dat weet je nooit van tevoren. Maar ik ben helemaal klaar mee. Het is nu 7:10. Ik ga lekker eten thuis. Het sneeuwt dus wel en iedereen rijdt echt in slow motion. Dus ik ga zelf ook even in slow motion rijden, want ik wil echt geen ongelukken. Deze jas laat ik nog heel even hangen en die neem ik dan zaterdag mee naar huis. Zaterdag moet ik toch weer een klein beetje voorbereiden. En zaterdag moeten we ook alvast alles naar de zaal brengen voor de vlooienmarkt. Want zondagochtend begint het heel vroeg, maar je mag de zaterdag al opbouwen. En dat doe ik altijd wel eventjes. Dat is wel heel erg fijn. Maar ja, zaterdag vieren we dus ook Sinterklaas. Dus de timing is allemaal weer niet heel chill. Oh mijn god, jongens. Check dit nou. Het is toch geweldig? Het is wel echt gevaarlijk qua auto. Oh mijn god. Kijk hoe bepakt alle auto's zijn. Ik moet straks ook gaan scrubben. Maar het is echt een dikke laag sneeuw. Check nou. Ik wil alleen echt niet zien hoe mijn auto erbij ligt. Kijk, wat een dikke laag. Oh my god. Jongens. Oh, dit is echt leuk. Oh jongens, zien jullie mijn auto daar al? Daar is hij. Hier. Maar ik heb niks mee om het eraf te halen. Ik ga stuk. Fucking schattig. Oh, mijn baby. Ik lig alweer een tijdje op bed, zo 2:30 in de nacht. Ik heb de hele avond lopen editen. Maar echt weer een leuke dag gehad. Lekker gewerkt tot best wel laat. Vakantiegroep met Francisca. Helemaal zin in. En morgen weer een nieuwe dag. Ik moet echt eventjes gaan slapen, want het is echt veel te laat. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vonden. Vonden jullie deze vlog leuk, dan duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de volgende dagvlog. Doei! Disfruta de la vida, bebé, bebé. Disfruta como si mañana se acabara, se acabara. Se acabara, se acabara.